Carrière-switch voor sekswerkers. En dit is een heropname van een live webinar wat wij in 2017 hebben gegeven. Ik zou zeggen, pak nog even wat lekkers te drinken. Doen wij dat ook? En dan gaan we lekker beginnen. Nou, net zoals het vorige webinar, waar het thema hoe voer ik veilig mijn vak uit centraal stond, doorbreken wij ook dit webinar weer taboes. Iedereen kent het wel. Past mijn baan nog bij me? Kan ik niet iets heel anders gaan doen? Of je nu directeur, leraar of sekswerker bent, soms wil je wel eens wat anders. En dit is nog niet altijd zo gemakkelijk te realiseren. Kijk je met ons mee? Ik ben Hanne Hazen. Ik sta links op de foto en ik werk bij Sterk Huis binnen het team RUPS en het Sexpertise team. Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven en we willen liever voorkomen dan genezen. Het Sexpertise team richt zich op het bieden van hulp bij complexe vragen en problemen op het gebied van veiligheid, ontwikkeling en seksualiteit. Het project RUPS, het regionale uitstapprogramma voor prostituees, valt hier ook onder. En samen met Evi praten we hier vandaag bij over het maken van een carrière switch als sekswerker. Ja, hoi, en ik ben dus Evi, aan de andere kant op de foto, Rex. En ik werk net als Hanne voor hetzelfde project als ervaringsdeskundige. En ik heb eigenlijk gewoon ontzettend veel zin om onze kennis en ervaring te delen met jullie in dit zorgvuldig samengestelde webinar. Voordat ik jullie iets ga vertellen wat we vandaag gaan doen, wil ik je eerst een filmpje laten zien van Juno Mack. Juno Mack is een sekswerker en een activist bij een organisatie in Engeland die opkomt voor de rechten en de belangen van sekswerkers. Sex work is work too. Just like you, some of us like our jobs, some of us hate them. Ultimately, most of us have mixed feelings. But how we feel about our work isn't the point. And how others feel about our work certainly isn't. What's important is that we have the right to work safely and on our own terms. Sex workers are real people. We've had complicated experiences and complicated responses to those experiences. But our demands are not complicated. You can ask expensive escorts in New York City, brothel workers in Cambodia, street workers in South Africa, and every girl on the roster at my old job in Soho, and they will all tell you the same thing. You can speak to millions of sex workers and countless sex worker-led organizations. We want full decriminalization and labor rights as workers. I'm just one sex worker on the stage today, but I'm bringing a message from all over the world. Juno Mack vertelt waar het om gaat. Sekswerkers zijn ook gewoon echte mensen die misschien hun baan leuk vinden, maar misschien ook niet. En hoe we dan ook, maar hoe dan ook, sekswerkers hebben het recht om hun baan veilig uit te voeren en op hun voorwaarden. Ons vorige webinar ging over hoe je als sekswerker je werk veilig kunt uitvoeren. Dit webinar is voor de sekswerkers die gaan denken om iets anders te gaan doen. Want als je je werk niet meer leuk vindt, heb je net als alle andere mensen het recht om van baan te veranderen. Hoe je dit kunt realiseren en waar je aan kunt denken, dat gaan we je dus vandaag vertellen. Hoe we dat gaan doen? Vandaag na het volgen van ons webinar ben je bewust over welk visitekaartje je af kunt geven naar toekomstige werkgevers. We weten dat je als sekswerker wat extra hindernissen te gaan hebt als je een carrière switch wil maken. Want wat doe je met je cv-gat? Wat zeg je in een sollicitatiegesprek als hiernaar gevraagd wordt? En wat kan een carrière switch nog meer voor gevolgen hebben? Na dit webinar weet je waar je kunt beginnen met het oriënteren op andere beroepen en het opvullen van je cv-gat. En je weet wie er met je mee kunnen denken in het zetten van al deze stappen. We zullen je praktische informatie geven en dit natuurlijk aanvullen met voorbeelden uit onze praktijk. Nou, zoals we al eerder benoemden, wij willen eigenlijk taboes doorbreken door te normaliseren. Of je nou sekswerker bent of niet, wat we al eerder ook al eerder benoemden, vele mensen denken wel eens aan een carrière switch. Maar om hoeveel mensen gaat dat nu eigenlijk? Nou, zoals je ziet hebben we hier een poll. En de vraag is dan eigenlijk, hoeveel procent van de mensen in Nederland wilde in 2015 een andere baan? 36,3, 52,7 of 61,9%? We zijn heel benieuwd. In het live webinar, ik weet eigenlijk niet meer wat er toen beantwoord is. Niet de helft is. Wat mensen zeiden, maar ja? Ik weet het niet meer zeker. Nee, ik weet het ook niet meer zeker. We gaan jullie niet vertellen wat de uitslag is.
Nou ja, als het de helft was, dan hadden ze het goed. Het is dus net iets meer dan de helft. Waarom we dit erin hebben zitten, je bent niet de enige. Dat is ook een fijne wetenschap. Dat het beroep als sekswerker het een en ander ingewikkelder of op zijn minst anders maakt, daar kunnen we het ook wel over eens zijn. Dat er stigma van de buitenwereld op sekswerk ligt, is volgens mij ook nog steeds een feit. Maar wat als je zelf ook degene bent die jouzelf stigmatiseert? Ik heb een vlog opgenomen en daar gaan we nu naar kijken, waar ik verder inga op stigma en op zelfstigma. Hoi, Evie hier. Ja, ik zou met Hanne een interview doen en uiteindelijk zijn we erop gekomen dat we een vlog gaan doen. Maar ik heb wel een aantal vragen van Hanne. Dus, kijk of mijn haar goed zit. Eens kijken of het op deze manier gaat lukken. Ja, Hanne had wat vragen voor me met betrekking tot de carrière switch. En de eerste vraag, ik lees hem even voor, gaat eigenlijk over... Evie, je bent ooit begonnen als sekswerker, of niet ooit begonnen, maar je hebt ooit een baan gehad als sekswerker. Nu ben je mijn collega. Dat moet toch best een proces geweest zijn? Of is dat, hoe is dat gegaan? Is dat in één keer gegaan? En wil je dat met ons delen? Dat is eigenlijk haar vraag. Daar heb ik natuurlijk over nagedacht. En dat wil ik wel met jullie delen. Hoewel het werk van een sekswerker toch best wel ook wel overeenkomsten heeft met het werk van een sociaal werker. Als ik heel eerlijk ben. Maar later meer daarover in dit webinar. En ja, het proces. Toen ik begon, toen ik besloot om als sekswerker te gaan werken, toen stelde ik mezelf de vraag die ik heel vaak stel. Wat is het allerergste wat kan gebeuren? En nou kun je daar natuurlijk bij die keuze van alles bij bedenken. Wat het ergste is wat er kan gebeuren. Of gebeurd had kunnen zijn. Of misschien ook wel gebeurd is. Maar het ergste wat er gebeurde in die, was eigenlijk het moment dat ik stopte met het werk. En nou, lang verhaal kort te maken. Ik heb mij laten leiden door de mening van de wereld. Door de mening van anderen. Het taboe wat anderen hadden. Het stigma wat mensen erop hadden. Heel eerlijk, dat is de tweede keer eerlijk. Heel eerlijk, ik. De keuze voor mij als sekswerker, ja, die kwam vanuit een verwrongen seksualiteit, mijn zoektocht en worsteling binnen seksualiteit. Maar die leverde ook heling op, herstel, eigen regie, nog veel meer andere dingen wat ik daar geleerd heb. Maar. En eigenlijk vond ik mijzelf een beetje terug binnen dat werk. En door die keus te maken, door me te laten leiden door anderen, wat anderen vonden, ben ik mezelf eigenlijk opnieuw weer een beetje verloren. En heb ik niet gewacht op het moment dat het mij het beste uitkwam. Of dat het echt vanuit een intrinsieke motivatie kwam. Ja. Ja, dus eigenlijk het gegeven dat ik hier nu zit te vloggen en heel met alle openheid praat over, nou ja, toen de tijd mijn werk als sekswerker, de keus die ik ervoor tijdens... en daarna heb gemaakt, zegt eigenlijk heel veel over het proces rondom destigmatisering. Ja, voornamelijk in mezelf. Ja, dat zegt genoeg van het proces wat ik gelopen heb. Ja. Nu heeft Hanne natuurlijk nog een vraag. Ik ga die ook weer even voorlezen. Maar het is heel kort. De vraag is eigenlijk, als het gaat over dat proces wat ik net beschreef. Er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen, maar ik tip alleen even de essentie aan. De vraag is eigenlijk welke rol anderen daar dan in spelen in dat proces van destigmatiseren. En ja, welke rol speelt de buitenwereld daarin? Nou... Daar waar ik net beschreef dat het ook dus de buitenwereld een negatieve invloed kan hebben, in ieder geval op mij, maar ik zie het ook bij anderen, werkt het ook andersom. Het kan ook een positieve invloed hebben. En ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb ooit een therapeute gehad en die zei mij, Evie, als ik jou hoor praten over het sekswerk, dan voel ik, dan hoor ik, dan beleef ik, dan zie ik zoveel eigen regie. En... dat mis ik op andere gebieden. Er is zoveel regie over jou genomen gedurende je leven. Zeg, en dat gun ik jou. Dat gun ik jou, ongeacht of dat nou sekswerk is of wat dat dan ook is. Gun ik jou dat stukje regie in al je levensgebieden.
Ja, dus dat heeft mij heel erg gesterkt om er ook op die manier naar te kijken. Hè? Ik denk van als ik daar kan leren, kan ik het ook in andere levensgebieden leren. Vrienden en vriendinnen, ik heb best wel een dubbel leven geleid toen de tijd. Dus ik heb vooral met terugwerkende kracht dingen gevoeld. Nou, nee, ik moet het anders zeggen. Ik ben nadien dingen gaan vertellen daarover. En eigenlijk de reactie van mijn vrienden en vriendinnen waren zo positief ten opzichte van mij en helemaal niet stigmatiserend. En die hebben mij heel erg gesterkt als het gaat over voor mezelf uitkomen. En ik niet het gevoel kreeg dat ik voor mezelf op hoefde te komen. Dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Ja, maar weet je, de wereld en toch de wereld om je heen verandert niet. Zo zie je dat je hebt mensen die daar op een negatieve manier naar kijken, op een positieve manier en alles wat daar tussenin zit. En die kun je niet veranderen. En het begon wel bij mezelf door mede de wereld om me heen, maar uiteindelijk ook mijn eigen schaamte te overwinnen. Nog steeds wel eens. Nu ben ik ook in de positie en heb ik een functie waarin ik met meerdere mensen kan babbelen daarover. En kom ik er ook wel achter dat veel stigma, veel taboe, heel erg gaat over angst en over onwetendheid. En ben ik alleen maar blij dat ik mezelf gesterkt heb in combinatie met een functie die ik nu heb, waarin ik dat soort gesprekken kan en mag voeren en de wereld mee op reis mag nemen. En heeft Anne nog één vraag? En die vraag luidt. Oh ja, die vraag luidt waarom ik eigenlijk een carrière switch koppel aan taboe doorbreken. Dat vind ik wel een leuke vraag. De rest van de vragen waren ook leuk hoor, Anne. Maar deze vraag, ja. Nou, ik geloof echt dat mijn baan als sekswerker mij kwaliteit heeft opdoen, vaardigheden hebben doen opdoen, die ik ook in mijn huidige werk gebruik. Dat is eigenlijk niet anders dan iedere andere baan. Je hebt de ene baan, daar doe je vaardigheden en kwaliteiten op. Je switcht van baan en tegelijkertijd neem je die kwaliteiten en die vaardigheden mee. Die neem je mee in je rugzakje. Ik wou alleen dat er op die manier ook gekeken werd naar een carrière switch op het moment dat je sekswerker bent geweest. Want ik vind het echt oprecht schrijnend met iedere vezel in mijn lijf dat er enorm veel aanbod is van sekswerkers. Dus er ook enorm veel vraag is. Dat weten we inmiddels allemaal. En dan kunnen we onze kop voor in het zand steken, maar dat is gewoon een vast gegeven. Dat op het moment dat deze dames en heren ervoor uitkomen dat ze dat werk doen, dat het in één keer vuilnis is. En dat ze zichzelf ook nog eens vuilnis gaan voelen daardoor of kunnen gaan voelen daardoor. En nu zeg ik niet dat iedere sekswerker of ex-sekswerker ervoor uit hoeft te komen dat hij of zij dat werk doet of heeft gedaan. Maar ik besef me wel dat er niet alleen zoiets als een praktisch CV gehad. Dus ik heb 10 jaar dat werk gedaan en de wereld kijkt er op een bepaalde manier naar. Dus ik moet manieren verzinnen om mijn CV gehad praktisch in te vullen. Nee, er bestaat ook nog zoiets als een emotioneel CV gehad. Door de stigma, door de taboe, door de verborgenheid en hoe de wereld naar je kijkt om je heen, kan ook dat gat slaan van binnen. En ik gun alle sekswerkers en alle ex-sekswerkers, wat ze ook gaan doen, dat ze uiteindelijk met trots en met zelfacceptatie en met al dat soort mooie dingen die iemand van binnen kan voelen, zelf destigmatiseren, ik weet niet eens of het een woord is. Maar dat ze op die manier de wereld tegemoet treden. Want ook al zal je nooit spreken over het feit dat je sekswerk hebt gedaan, en vind je een fantastische manier om je gat op te vullen. En vind je een mooie nieuwe baan. Ik besef me dat het niet voor iedereen weggelegd is om daar zo open over te kunnen spreken. Maar dan hoop ik dat je in ieder geval in staat zal zijn om het emotionele CV-gat van binnen te dichten. Want wat ik al zei, ook al zal je nooit spreken, je zal het van binnen naar buiten toe uitstralen. En dat zal de wereld zien en voelen. Ja, dat wou ik even zeggen. Volgens mij vindt ik er iets van. Maar goed, we zitten op de 9 minuten zoveel. Dus volgens mij vindt Hanne het al veel te lang. Ik ook. We moeten het in het webinar passen. Dus ik ga je afsluiten. En bedankt voor het luisteren. En veel plezier bij het webinar. Doei.
Nou, na het persoonlijke verhaal van Evie hebben we weer een poll om jullie aan het denken te zetten. Wat is de belangrijkste competentie die werkgevers vragen? Samenwerken, klantgerichtheid, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid of leidinggeven? Ik ben benieuwd wat jullie kiezen. Wat jullie denken dat ze het belangrijkst vinden. Er is uiteindelijk een top 5 uitgekomen. Dit is hem. Uit onderzoek, gebaseerd op een analyse van zo'n 15.000 assessments, blijkt dat werkgevers een duidelijke voorkeur hebben in de competenties die zij belangrijk vinden. Zoals je ziet staat samenwerken, klantgerichtheid en overtuigingskracht zijn de eerste drie. Samenwerken dus op nummer 1, dat vinden ze de belangrijkste competentie. Als de onderzoekers echter kijken naar de competenties met de hoogste ontwikkelpotentieel, en daarmee wordt dus bedoeld de meeste winst, waarmee de meeste winst te behalen valt in de ontwikkeling van medewerkers, dan ziet het rijtje er ineens anders uit. Dan staan overtuigingskracht, leidinggeven en coachen op de derde, nummer 1, 2 en 3. Dat betekent dus dat ze ervan uitgaan dat samenwerken en communiceren, dat je dat dus vanuit jezelf al heel goed moet kunnen. En dat ze graag willen zien dat je overtuigingskracht, dat je daar nog wat in te leren hebt. Ik denk in één keer of dat samenwerken of communiceren gewoon niet meer ontwikkelbaar is. Nee, dat is ook prima. Dat is gewoon niet wat het is. Dat is het. Dat is het gewoon. Dat zou ook nog kunnen. En de vraag is natuurlijk, hoe zit het nu bij jou? Door zo'n top 5 is interessant om een beeld te krijgen wat de meest gevraagde competenties zijn van dit moment. Maar het is vooral goed om eens stil te staan bij de vraag welke competenties er voor jou gelden. Voor jouw sector of voor jouw functie belangrijk zijn. En welke competenties heb jij? En welke competenties zou je nog meer kunnen ontwikkelen? Nou, in ons live webinar hadden we een opdracht zitten. En de vraag luidde of hij in ieder geval kon bedenken wat voor competenties je nou als sekswerker opdoet. En op het moment dat je geen sekswerker bent en luistert, of je erin kunt verplaatsen. En we kwamen er ook wel achter dat de bezoekers op dat moment toch wel veelal hetzelfde uitkwamen als op de onderzoekjes die wij gedaan hebben. Mm-hmm. Ik ben overigens erg benieuwd wat jullie nu zoal denken, maar we zullen het nooit weten. Ik had het over onderzoekjes. Uitkomst van nummer 1, dat is eigenlijk een groepje ervaringsdeskundigen, sekswerkers en ex-sekswerkers met wie wij samenkwamen. En deze groep heeft ons ondersteund bij het nadenken over de competenties welke je nou eigenlijk opdoet binnen dit uitzonderlijke vak als sekswerker. We beseffen ons dat sekswerk een breed begrip is. En dit reikt eigenlijk van werken in een massagesalon, achter het raam, op straat, thuis, een club, een privéhuis, als escort, etc. Toch kwamen we ook alweer gemeende delers tegen. En velen eigenlijk in ons groepje waren na de brainstorm sessie echt verrast over het aantal competenties wat ze eigenlijk in dit werk nodig hadden en aanspraken. Nou ja, jullie kunnen zelf lezen. Discretie, nou ja, zelfstandig, zorgzaam, flexibel, streetwise, avontuurlijk. Ik vind het eigenlijk gewoon echt een fantastisch mooi rijtje. Ja, dat was ook wel leuk, hè? Dat iedereen ook wel bijna... Of ja, bijna. Nee, gewoon trots was van, ja, dit kan ik gewoon. Dit is wat ik doe. Ja. Ja. Nou, en zo heb ik zelf de laatste jaren ook mee mogen werken aan onderzoek op de Hogeschool Avans in Den Bosch. En daar zit een kennisontwikkelingskring, welke onderzoeken doen om de positie van sekswerkers te versterken. En in een van de onderzoeken werd onderzocht welke kwaliteiten een sekswerker nodig heeft binnen het werk. En ook werd er gekeken naar de kwaliteiten die belangrijk zijn voor een sekswerker om het werk in deze branche vol te kunnen houden. Nou, er valt heel veel te vertellen over dat onderzoek. Wil je er meer over weten, kun je ons daar later over contacten. Maar ja, samengevat zie je dus hier ook weer een heel mooi rijtje competenties. Tact, klantvriendelijkheid, positieve houding. Het is een iets andere taal, maar veelal komt wel overeen met ons eigen onderzoekje wat we hadden gedaan. Ja. En Evie heeft ook nog haar eigen onderzoekje gedaan, want ze heeft gewoon een waar straatonderzoek gedaan. Want wat kun je nou eigenlijk met al deze competenties? Ja, nou, dit is gewoon eigenlijk een heel leuk verhaal waar ik een heel webinar over zou kunnen vullen, maar ik zal me inhouden.
Nou, ik neem jullie mee op deze. Ik ben de straat op gegaan met die hele lijst. En ik vroeg aan willekeurige mensen, wat denkt u over wat voor beroep dit gaat, als u deze competenties ziet? Nou ja, zoals je al ziet, zorg- en hulpverlener, politie, klantcontactservice, medewerker, commercieel medewerker. Er werd veelal gezegd van, oh, dit is echt wel een beetje een splitsing tussen de zorg en tussen commercieel. Nou ja, goed, jullie hebben de competenties gezien, dat is het eigenlijk ook. Er kwam nog meer uit. Gastvrouw, gastman. Noem je dat zo, gastman? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat klinkt eigenlijk heel gek. Nee. Maar gastvrouw, /man. Zelfs directeur. Deze meneer die dit zei, die zei, ja, alleen dat streetwise past er niet in, maar verder wel. Nou ben ik het persoonlijk niet met hem eens, want ik vind als je als directeur streetwise bent, heb je zeker een streepje voor. En ondernemer, en dan stuit ik eigenlijk op het laatste. Ik weet niet wanneer ik haar sprak. Ik was bij een pannenkoekenhuis. En zij vond het heel leuk. Ik heb ook een tijdje met haar zitten kletsen. En toen zei ze ook, ik vind het zo'n mooie gedachten, zo mooi hoe jullie denken. Kreeg ik overigens meer terug van mensen. En ik vroeg natuurlijk meteen door. En toen zei ik, nou, ik zeg, op het moment dat iemand deze competenties op zijn of haar cv heeft staan, zou je die persoon dan aannemen? Op het moment dat de klik er was en het gevoel goed was, dan stond de deur in ieder geval open voor deze persoon. Dus dames en heren, als jullie luisteren, solliciteren kan. Bij het pannenkoekenhuis. Ja, ik heb het adres, dus je kunt altijd mailen. Ja. Nou, zo kun je in ieder geval wat inspiratie opdoen over welke beroepen je dus nog meer zou kunnen doen. En dat allemaal dankzij de wijsheid van de straat. Maar er is nog veel meer inspiratie. En daar gaat Evie jullie ook nog wat meer over vertellen. Ja, deze website, ik vind hem fantastisch. Op het moment dat je hierheen gaat, dan... De Nationale Beroepengids. Ja, dankjewel. Ja, de Nationale Beroepengids. Je kunt hier eigenlijk op competenties zoeken, zoals je hier ziet. Je kunt ook op beroepen zoeken, maar deze geel of oranje is het ingekleurd. Zoek je op competenties. Dan zie je eigenlijk ook al bijvoorbeeld hierbovenaan aanpassingsvermogen, accuratesse, ambitie. En dan zie je eigenlijk al langzaam dat er een heel rijtje met allemaal beroepen langskomt die eigenlijk onder die competentie vallen. Oh, dat is leuk. Dus als je van jezelf weet dat je een bepaalde competentie of iets heel goed kan, kun je hier dus zoeken welke beroepen daar nog meer bij Juist, passen. Ja, dus je zoekt echt op de competentie in plaats van op het beroep. Je kan ook op het beroep zoeken op deze site, maar dit is dan eigenlijk via een andere weg. Nou, dan zie je hier een voorbeeld. Stel, je hebt gezocht op de competentie klantgerichtheid, wat wij overigens natuurlijk allemaal terugzagen bij het beroep als sekswerker. Dan zie je daar ook steekwoorden staan van, nou, wat houdt nou eigenlijk die klant gerichtheid in. Hè? Hier staat dan relatiegericht, servicegericht, luisteren, begripvol, helpend. Dus eigenlijk zie je daar ook weer vaardigheden onder vallen. En ook een omschrijving van waar hebben we het nu eigenlijk over? Wat is klantgerichtheid nu dan echt? Plus ook sterke en zwakke punten. En net zoals iedere vaardigheid of competentie zitten daar sterke dingen in, maar ook minder sterke dingen. Dus op die manier kun je... Dat is wel handig. Ja. Want dan kun je ook bijvoorbeeld ter voorbereiding op je sollicitatiegesprek, kun je hem dan ook weer gebruiken. Ja, vooral als je bijvoorbeeld als er gevraagd wordt naar je sterktes en je zwaktes. Ik bedoel, alleen die vraag beantwoorden al. Maar via deze competentie, of dat deze competentie uitgelicht wordt, kun je daar eigenlijk nog wel veel meer over vertellen dan alleen maar ik ben klantgericht. Ja, leuk. Ja, wat dan ook heel leuk is, dat je hier verder kunt kijken. Dus je kunt ook kijken naar verfijnen van wat voor opleiding heb ik dan bijvoorbeeld nodig. Welke beroepen, hier links zie je eigenlijk welke beroepen vallen daar dan onder. Maar ook welke opleiding heb ik nodig of welke salariering valt daaronder. Nou ja, dat verschilt natuurlijk of je bijvoorbeeld een mbo of een hbo of een universitaire opleiding of niveau voor iets nodig hebt. Maar daarin kun je eigenlijk meteen dan weer een onderverdeling in maken en zien. Heb je meteen een indicatie inderdaad, kun je ook zoeken van nou ik wil minimaal zoveel verdienen, welke beroepen zitten daarbij en welke opleiding heb ik dus misschien nodig. Ja, of moet ik daar nog voor doen. Ja, inderdaad. Ja. Super handig. Heel praktisch. Nou, Evie heeft jullie dus verteld nu hoe je vanuit je competentie kunt oriënteren op verschillende beroepen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Zo zijn er verschillende beroepskeuzetesten die je op internet kunt doen.
Let wel even op, want er zijn ook testen bij waarbij je eerst allerlei vragen moet beantwoorden en pas een advies krijgt als je betaalt. Er zijn ook genoeg gratis testen die je via Google te vinden. En soms, nou ja, soms geeft zo'n test ook alleen maar een bevestiging van wat je zelf al dacht. Je kunt je eventueel ook inschrijven bij Indeed.nl. Hier kun je dan inschrijven voor vacatures op trefwoorden. Je krijgt dan vacatures in je mail die jouw trefwoorden bevatten. Dus bijvoorbeeld klantgerichtheid of een functie die je interessant zou willen vinden. Bijvoorbeeld tandartsassistenten. Nou, heel handig om in ieder geval inspiratie op te doen. En als je al weet in welke sector je wil gaan werken, bijvoorbeeld in de zorg, dan zou je ook in kunnen schrijven bij brabantzorg.net. Zoek via Google welke vacaturesites er bestaan voor de sector naar jouw wens. Dit was een voorbeeld van de zorg, maar er zijn er nog veel meer. En misschien vanzelfsprekend voor je, maar bespreek met anderen wat je plannen zijn. En in gesprek met anderen kunnen er ook weer ideeën gaan borrelen en komen er misschien mogelijkheden op je pad die je zelf van tevoren echt niet had kunnen bedenken. Nou ja, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. We hebben hem staan, realisme en concessies. Dit thema willen we eigenlijk niet ongenoemd laten. Want in de zoektocht naar een nieuwe baan kun je er ook achter komen dat je nog niet alle kwaliteiten bezit voor een bepaalde baan. Ja, en dan is de vraag eigenlijk, wat heb je ervoor nodig om dat te ontwikkelen? Maar ook concessies doen hoort daarbij. Denk bijvoorbeeld aan financieel. De gedachte in klanten denken, die blijft heel lang, zo niet altijd. Ik heb het zelf ook heel lang gehad dat ik bij de Albert Heijn stond. En we weten allemaal hoe duur de Albert Heijn is. En we weten allemaal hoe duur een mandje boodschappen is. En dat je bij de kassa staat en denkt, serieus, reken ik nu gewoon €50 af. En ik heb niks in mijn mandje liggen. Ja, en dan zijn het wel eens momenten dat je denkt, oh, dit was maar zo kort werken. En het geld wat je kan verdienen als sekswerker is soms ook gewoon niet realistisch ten overstaande van een normale baan, wou ik zeggen. Maar ik wil eigenlijk de woorden normaal en abnormaal achterwege houden. Maar dat is ook gewoon de realiteit. Dus concessies doen kan erbij horen. Ja, en zeker. Ja, waar we het daar straks ook over hadden met een of je wel of niet een diploma hebt. Als je bijvoorbeeld een hbo-functie of zelfs een universitair geschoolde functie levert mogelijk meer salaris op, wat meer passend is bij over het algemeen misschien het salaris van een sekswerker. Maar daar heb je wel de opleiding voor nodig. En op het moment dat je dus geen opleiding hebt, zou het dus kunnen betekenen natuurlijk dat je veel minder gaat verdienen dan wat je gewend bent. Ja, en een handige tip daarin is ook, maak eerst gewoon een financieel overzicht om voor jezelf te achter te komen en een beeld te krijgen wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Mm-hmm. Nou, hier kijken we naar van, ja, wat kan je nou eigenlijk doen? Dit zijn onder andere de dingen die je zelf kunt doen en die bij kunnen dragen aan het tot stand brengen van een carrière-switch. Vrijwilligerswerk heb ik zelf ook een hele tijd gedaan. Cursus of opleidingen volgen. Dat kun je natuurlijk gedurende dat werk wat je doet ook gewoon doen. Sparen. Op een of andere manier lijkt het altijd lastig hoeveel sekswerkers ook verdienen. De meeste komen er met schulden uit. Heel bijzonder. Ja. Ja. een extra baan erbij nemen. Is dat je een combinatie maakt. Dat je een soepele overgang. Ja. Nou ja, van het groepje waarin wij in het verleden wel eens bij elkaar kwamen. Zat er inderdaad ook een dame bij die inderdaad haar verdiende geld gebruikte om cursussen te doen. Mm-hmm. Om opleiding te kunnen betalen. Er zat ook in iemand bij die deed precies hetzelfde. En die is uiteindelijk gaan omscholen weer terug naar de oude beroep. Ze eigenlijk voor het werk als sekswerker deed. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van wat je zelf ook kan doen ten tijde van. Ja, dan hoef je nog niet meteen per direct te stoppen inderdaad. Nee. We hebben hier iets over een uitkering, want we begrijpen wel dat financiën iets heel belangrijks is. Dat laatste heb je dus recht op een uitkering. We hebben dit nagezocht. Dus stel dat je zegt, ik wil wel per direct stoppen met het werk en intussen verder gaan kijken, dan zou het dus kunnen dat je recht hebt op een uitkering. Daarvoor moet je voldoen aan de voorwaarden die hier boven staan of hieronder staan.
Dit kan dus alleen maar als je in het wit gewerkt hebt. Als je een contract had. Op de website van het UWV kun je daar dus meer over vinden. Het lastige is dat op het moment dat je zelfstandig bijvoorbeeld gewerkt hebt, dus je hebt wel wit gewerkt, maar zelfstandig, dan moet je daar dus ook al tegen verzekerd zijn. Dus dan moet je een verzekering afgesloten hebben tegen werkloosheid. Voor sekswerkers met een opt-in contract, dat is zeg maar een soort van ZZP-contract, dat vaak gebruikt wordt in clubs en door escortbureaus, waarbij je betaald krijgt wat je werkt en ook belasting afgedragen wordt. Voor hen is het zeker de moeite waard om even te kijken op de website van het UWV, omdat er mogelijk de omstandigheden en afhankelijk van het contract wat je hebt, je echt wel recht zou kunnen hebben op een WW-uitkering. De duur van de uitkering is dan weer afhankelijk van je werkverleden. En op het moment dat dan je WW-uitkering stopt, dan zou het eventueel ook kunnen dat je dan weer nog recht hebt op een bijstandsuitkering. Dat hebben we ook nog even voor jullie uitgezocht. Het is heel uitgebreid en wat we steeds terugzien is dat het heel erg afhankelijk is van je persoonlijke situatie. Hier staan dat je rechtmatig in Nederland woont, dat je 18 jaar of ouder bent, dat je niet genoeg inkomen hebt om in je levensonderhoud te voorzien, dat je geen beroep kunt doen op een andere uitkering, dat je niet in de gevangenis hebt gezeten. En dat je je beschikbaar stelt voor activiteiten die gemeente aanbiedt om werk te vinden. Dit is echt heel breed nog. Dus daarom eigenlijk is ons advies, vraag het gewoon na bij je gemeente of je hier recht op zou kunnen hebben. Want ook als je niet wit gewerkt hebt, dus legaal gewerkt hebt, zou het kunnen dat je toch recht op een bijstandsuitkering hebt. Ons advies is, speel open kaart, want door eerlijk te zijn over je situatie kun je wellicht ook geholpen worden. Maar we horen heel vaak terug dat het een moeilijke stap is om bij instanties te vertellen hoe je je de afgelopen periode in je levensonderhoud hebt voorzien. Maar ook hierbij geldt eigenlijk waar Evie mee begonnen is. Het destigmatiseren begint bij jezelf. Er is een risico dat je een medewerker tegenkomt die geen ervaring heeft met de doelgroep sekswerkers die willen stoppen, maar ga het gesprek aan. Want wellicht kun je met jouw verhaal wel een verschil maken. Voor jezelf, maar misschien ook nog wel degene die na je gaan komen. Wel even een kleine noot. Besef wel dus, een uitkering is geen gratis voorziening. Het is niet dat je kunt zeggen, nou ik ga stoppen met werk, doe mij een uitkering en ik ga verder niks meer doen. De gemeente zal altijd van je verlangen dat je meewerkt aan activiteiten die bijdragen aan een betere positie op de arbeidsmarkt, zodat je snel een baan vindt en dus uiteindelijk ook weer onafhankelijk in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Succes met alles nazoeken wat ik tot nu toe verteld heb. Het is wel een bureaucratische geheel natuurlijk. Kun je nog terugluisteren en lezen. Ja. Nou, daar gaan we. Na de eerste oriëntatie. Wat kun jij nou doen om die ene leuke baan te vinden? Nou ja, wij stellen eigenlijk de eerste stap voor en dat is het maken van een cv. Een cv is namelijk de basis van elke sollicitatie en mogelijk een ticket naar een nieuwe baan. En als je dan een cv maakt, heb je eigenlijk ook al meteen een overzicht van jezelf wat je wel kan, wat je niet kan en mogelijk nog ontwikkelen. En tegelijkertijd is het ook een voorbereiding op het sollicitatiegesprek. Een cv dus. Ja, nou die hebben jullie vast allemaal wel eens een keer gezien. De meest gebruikte cv is een chronologische cv, waarbij je opsomt welke opleidingen en trainingen je gedaan hebt en welke werkervaring je hebt. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is om zo'n cv te maken. We gaan er nu hier niet heel uitgebreid op in. Onze voorbeelden zijn misschien ook wel een beetje te wazig om te zien op je scherm. Dus we verwijzen jullie dan ook graag naar de vele voorbeelden die op internet te vinden zijn via Google, zodat je er dan wat meer in kan verdiepen. En wanneer je er zelf niet uitkomt, schroom dan niet om hulp te vragen in je eigen netwerk. Maar dat kan je dus ook bij ons eventueel doen. Yes. Daar komen we later nog op terug bij wie je dan precies kan zijn. Deze vrouw wordt gezocht. We hebben er maar even anoniem gemaakt. Voordat ze heel veel telefoontjes ineens gaat krijgen. Naast het chronologische cv is er dus het tweede veelgebruikte format. En dat is dit format, een competentie-cv. Dit wordt ook wel een vaardigheden-cv genoemd. En in dit format richt je je veel meer op je talenten en je vaardigheden dan op de functies die je in het verleden hebt gehad. En je kunt zo veel meer ingaan op zaken waarin je uitblinkt.
En je toont hiermee aan dat je geschikt bent voor een bepaalde baan. Vaak wordt een competentie-CV gebruikt voor starters en mensen die een carrière switch willen maken, omdat je dan nog geen specifieke aantoonbare werkervaring hebt voor de gewenste functie. Het is echter ook geschikt voor mensen die er een tijdje tussenuit zijn geweest en dus een gat in hun cv hebben. Ik heb zelf ook ooit zo'n competentie-cv gemaakt. En buiten het feit omdat ik het een hele leuke manier vind, zoals jij hem al omschrijft, en een handige manier vindt, is het ook, zet het jezelf ook weer stil bij wat wij ook gedaan hebben met dat groepje mensen. Van, oh, kan ik dat dan allemaal? En wat je in het verleden allemaal nog meer hebt gedaan en wat voor kwaliteiten en vaardigheden je daarin op hebt gedaan. Dus ook nog buiten het sekswerk om. Ja, inderdaad. Ja. Als je het lastig vindt om... ik wilde eerst nog iets vertellen over het competentie CV XL. Dat is ook lastig. Ja, ja, dat is nog wat meer dan wat we net gezegd hebben. Dat is namelijk een traditionele competentie CV, plus met nog wat extra informatie over jou en je personal brand. Je personal brand is wie je bent, wat je doelen zijn en je visie is. En waar je online te vinden bent en indien beschikbaar een portfolio. Op die manier krijgt de toekomstige werkgever een compleet beeld van wat je kunt en wie je bent en kun je je onderscheiden van anderen. Ik weet dat bijvoorbeeld fotografen daar ook heel veel gebruik van maken. Die hebben gewoon een website waarmee ze ook al kunnen laten zien wat voor soorten foto's ze maken en daarmee... Wil je solliciteren als fotograaf? Dan Denk je in de creatievere beroepen heb je dat heb ook je dan veel bij ervaringsdeskundigen maak je nu ook portfolio's. Dus het is wel, je ziet steeds meer. Ja. Nou, en als je dat dus lastig vindt om dat zelf te doen, dan kun je op deze website, het is www.lifebrander.nl, is eigenlijk een soort van stappenplan wat je kunt volgen. En daar vind je dan dus heel veel tips om een pakkende cv te maken. En hoe je dus ook een creatieve cv, hoe die dan tot stand gebracht kan worden. Naast dat je cv een creatieve look heeft, denken we ook dat het op dit een manier kan zijn om je cv-gat te verbloemen. En daar is hij, het cv-gat. Letterlijk. Letterlijk. Maar goed, zonder gekheid, het is absoluut iets waar eigenlijk de meeste, zo niet alle sekswerkers tegenaan lopen, het cv-gat. Want wat ga je opschrijven? Ga je je baan als sekswerker benoemen? En zo niet, wat heb je dan wel gedaan in die jaren? Voor veel sekswerkers is het cv-gat volgens mij een van de grootste drempels om te overwinnen bij het maken van een carrière-switch. Ja. Ja, dat klopt. En nou, recruiters die zeggen dus dat een cv-gat eigenlijk helemaal niet zo erg is. Hoe je je cv-gat aankleedt en hoe je... hoe je in je sollicitatie je cv-gat benoemt, die zijn wel heel erg bepalend. En wij hebben weer wat research gedaan. We zijn in gesprek gegaan met Loes. Zij werkt voor een uitzendbureau en wij hebben haar wat vragen gesteld. En ik ga jullie vertellen welke vragen we hebben gesteld. En we hebben opgenomen de antwoorden die Loes heeft gegeven, hebben we opgenomen. Nou, de eerste vraag die we hebben gesteld, of die ik heb gesteld, wat doe je nou met je cv-gat? Dit is wat zij heeft geantwoord. Ja, dat is lastig. Ligt ook aan hoe oud diegene is. Kijk, als je heel jong bent, kan je niet zeggen van ik ben thuisgebleven omdat mijn man genoeg verdiende. Dat is een beetje gek. Dat kan je als je wat ouder bent wel van ik ben fulltime huismoeder geweest of zoiets. Als je jong bent, weet je... Ja, dan kan je dat niet neerzetten. En dan zou ik persoonlijk zou ik het een beetje vaag houden. Misschien productiewerk gedaan of algemeen medewerker bij. Maar ik zou niet een bedrijf erbij zetten, want wij gaan ook heel vaak referenties natrekken. Die bellen we dan. Ja, dus dan komt het alsnog uit dat het niet klopt. Okay. Dus ik zou het een beetje vaag houden. Ja, een beetje vaag omschrijven dus, zegt Loes. Maar ja, wat als je dan gebeld wordt en je hebt dus een hele vage omschrijving gebruikt in je cv. Wat ga je dan in het telefoongesprek zeggen? Stel je wordt gebeld en diegene die vraagt van ja, ik zie op je cv dit en dat. Dan kan je zeggen van ja, ik wil graag uitgenodigd worden voor een gesprek. En dan vertel ik het jullie daar. Maar dan zit je al aan tafel, diegene leert jou kennen. Mm-hmm. En ik denk dat die vooroordelen dan toch wel weggaan. Oké. Okay. Ja, en wat zeg je dan in een gesprek, hè? En ben je uiteindelijk dan eerlijk? Ja,
weet je, als je in een werving- en selectiebureau, als je daar werkt, je hebt best wel wat mensenkennis. Dus je ziet, als iets niet klopt, prik je daar doorheen. Bij mij op het werk doen we altijd intakegesprekken met z'n tweeën. En we hadden van de week ook iemand en dacht, ja, er klopt iets niet. Diegene werd ook een beetje zenuwachtig en die deed een beetje vaag. Weet je, dan gaan we misschien soms wel twee referenties natrekken om te kijken van, klopt dat wat diegene zegt? En stel je hebt 3 jaar als sekswerker gewerkt, ja, dat is lastig voor bloemen. Ja, dus dan, ik zou het wel gewoon zeggen. Dan kun je het maar beter eerlijk vertellen. Ja. Zij zegt dus eerlijk zijn. En nou, wij weten natuurlijk ook wel dat dat ook heel spannend is. En dat het ook kan zijn dat je dan iemand tegenover je hebt die niet zo ruimdenkend is en misschien wel een oordeel heeft over wat jij gedaan hebt. Of ja. En ja, dat. Ja. En dat is dus eigenlijk ook, of dat is ook een vraag die ik aan Loes gesteld heb. Wat doe je dan? Hè? Wat kun je dan? Zijn er technieken die je in kunt zetten om dat dus anders te draaien? Of daar in ieder geval een mooie draai aan te geven? Dat is eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, hoe ik het bedoel is, de sandwich methode is, je zegt eerst iets positiefs. Dus bijvoorbeeld, mm-hmm. Ik heb deze studie afgerond, of ik ben hier heel goed in, ik heb vroeger dit en dit gedaan. Daarna vertel je iets over je sekswerkverhaal, dat je sekswerker bent geweest en hoe je daar misschien in terecht bent gekomen. En daarna sluit je met, ik heb dit en dit ervan geleerd en ik wil nu die kant op. Dus de sandwich methode is positief, negatief, positief. Positief, ja. Ja. Oké. Nou, sowieso zeggen waarom je het hebt gedaan, waarom je ervoor hebt gekozen. Natuurlijk, je kiest er niet altijd voor, je rolt er soms ook in. Maar ook zeggen wat je ervan hebt geleerd en waarom je er nu uit wil of uit gaat. Dus ook de motivatie voor juist iets anders, dat je weer iets anders zou willen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want weet je, we krijgen ook wel eens mensen en die zeggen, ja, ik zit nu in de WW, dus ik moet, weet je, dat is geen goede motivatie. Maar diegene die echt bewust kiest om uit het sekswerk te gaan en op zoek gaat naar iets anders, ja, die kiest daar bewust voor. Sowieso zeggen waarom je het hebt gedaan, waarom je ervoor hebt gekozen. Natuurlijk, je kiest er niet altijd voor, je rolt er soms ook in. Maar ook zeggen wat je ervan hebt geleerd en waarom je er nu uit wil of uit gaat. Dus ook de motivatie voor juist iets anders, dat je weer iets anders zou willen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want weet je, we krijgen ook wel eens mensen en die zeggen, ja, ik zit nu in de WW, dus ik moet, weet je, dat is geen goede motivatie. Maar diegene die echt bewust kiest om uit het sekswerk te gaan en op zoek gaat naar iets anders, ja, die kiest daar bewust voor. Ja, Loes zegt dus eigenlijk, maak er een goed verhaal van. Zorg dat je voor jezelf een goed verhaal hebt, een motivatie hebt, waarom je iets anders wil, wat je ervan geleerd hebt, om de ander te laten zien dat je iets anders wil en kan ook. En wij denken zelf, en we hebben het er ook wel over gehad, als uiteindelijk je dit gedaan hebt en iemand blijft nog steeds zo negatief over je, is het ook de vraag, wil je dan voor zo iemand überhaupt werken? Ja, maar dan, een hele goede vraag die je zelf moet stellen. Ja, maar dan heb je in ieder geval voor jezelf datgene gedaan wat je kan doen. En dan is het uiteindelijk aan de andere partij ook of ze het kunnen horen, ja of nee. We hebben ook nog aan Loes gevraagd of ze eventueel nog andere tips heeft. Dus daar gaan we ook nog even naar luisteren. Ik zou naar een kleiner uitzendbureau gaan of kleinere werving- en selectiebureaus. Omdat die niet cv's doorschuiven, mm-hmm. maar die kijken, oké, wie is de persoon achter het cv? Je hebt een wat persoonlijkere aanpak, dus heb je meer ruimte om jezelf te kunnen laten zien. Ja, en net zoals wat ik zei, wij doen intakegesprekken altijd met z'n tweeën. We willen diegene echt leren kennen, kijken waar de mogelijkheden zijn, waar diegene ook als persoon past. Niet alleen wat hij kan, maar ook als persoon. Dus pas jij in dit bedrijf als persoon of in dat bedrijf? Want dan kan je ook, mensen blijven dan meestal ook langer bij een bedrijf, als je ook naar bepaalde persoonskenmerken kijkt. En als laatste tip zou ik zeggen, wees gewoon jezelf. Verander niet. Alles wat je hebt gedaan heeft jou gemaakt wie je bent. Als je als sekswerker aan de slag bent geweest, je kan mensen heel goed lezen. Je weet precies wat diegene wil. Een sales iemand heeft dat ook. Je hebt het wel...
jij weet wat diegene wil of jij ziet wat diegene wil. Ja, daar kan je op inspelen. Nou, die waren de tips van Loes. Loes, dankjewel. Ja, wij zouden in ieder geval heel graag willen dat sekswerkers die een carrière switch maken, dat ze vooral veel mensen zoals Loes tegenover zich hebben. Die open-minded is en mee wil denken en vooral in mogelijkheden kijkt. En niet alleen maar met een gekleurde bril naar sekswerkers kijkt, zoals veel mensen uit de maatschappij wel doen. Ja. Dus dat, ik zou zeggen, doe je voordeel met de tips van Loes. En wij gaan verder. Evi gaat jullie nog meer tips geven. Ja. Ja, want stel er zijn redenen om wat dan ook, dat je niet eerlijk kan zijn of niet eerlijk wil zijn. Ik bedoel, de realiteit is ook gewoon daar, dat het in sommige gevallen is. In deze tijd is het misschien gelukkig een feit dat veel mensen een gat in hun cv hebben. En er kunnen ontzettend veel goede en begrijpelijke redenen zijn voor een gat die kan ontstaan. Bijvoorbeeld een moeilijke periode, een verdrietige periode. Sommige mensen noemen zo'n periode ook wel ervaringen zonder baan. Dit kan je dan kort toelichten. Nou, een gat in je cv, daarin maak je op zich niet echt het verschil. Ik denk dat het wel heel erg gaat over de onderbouwing die je daarin hebt. En zorg daarbij ook, als je het bijvoorbeeld als een verdrietige periode wegschrijft, zorg wel dat jij de regie houdt. En benoem dan bijvoorbeeld ook wat die ervaringen in het hier en nu opleveren. Eigenlijk allemaal in het kader van die mogelijke nieuwe baan. Daarnaast denken we ook nog steeds benadrukt dat cv-gat ook weer niet te veel. Het kan nog steeds een reden zijn om ook afgewezen te worden. Nou, als het gat direct opvalt, leg het dan ook gewoon goed uit. En mocht je nou bang zijn dat je bijvoorbeeld in een gesprek te emotioneel wordt, als een periode te sprake komt, schrijf van tevoren je verhaal goed op. Maak er desnoods een afstandelijker verhaal van. Oefen het verhaal een paar keer. En je kunt natuurlijk op het moment dat het in het gesprek gebeurt ook gewoon zeggen, ik kom hier graag later op terug. Ja, ook op deze website staan eigenlijk allemaal heel veel tips over hoe je kan dealen met je cv-gat. Sollicitatielab is dit. Ja, een leugen is snel bedacht, willen we ook nog wel eventjes benadrukken. Ja. Maar bedenk ook wel, het gaat wel om je toekomstige werkgever. En je cv-gat vullen en motiveren is gewoon niet gemakkelijk. Dit hoef je ook niet alleen te doen. En het is heel normaal om hier met andere mensen over te praten. Inspiratie op te doen, je verhaal te oefenen en feedback te vragen, zodat je jezelf nog beter kunt profileren, maar ook zo dicht mogelijk bij jezelf kan houden. Ja, want dan is het ook gemakkelijker inderdaad om je verhaal vanuit jezelf te kunnen vertellen. Ja, kom je echter over. En dan gaat alles goed en dan komt toch nog die ene ingewikkelde vraag, of in één keer die confrontatie vanuit onverwachte hoek. Ten eerste gun jezelf ook de tijd met jouw verhaal waarmee je naar buiten wil komen. En ook om die jouzelf eigen te maken. Wat we net al zeiden, dat die dicht bij jezelf staat. Nou, met het groepje ervaringsdeskundigen met wie we bij elkaar kwamen, hebben we het er ook over gehad. En na enig sparren kwamen we op het volgende. Van oké, wat nou als je in één keer die confronterende vraag krijgt? Wat kan je dan ook doen? Nou, centraal blijft eigenlijk in alle opzichten, hou de regie zelf. En daarin hebben we net ook al een paar voorbeelden genoemd. Wat nog meer is, op het moment dat een vraagje overvalt, zou je kunnen kiezen om de vraag met een wedervraag te kunnen beantwoorden. Dus stel bijvoorbeeld de wedervraag, goh, wat maakt het dat jij met deze vraag komt? Of onderzoek waarom iemand die vraag wil stellen. Wat je ook kunt doen is eigenlijk het parkeren, wat we daar straks ook al zeiden. Dus je zegt van, nou, deze vraag die parkeer ik even, daar wil ik later op terugkomen of antwoord op geven. Dus eigenlijk korte samenvatting. Hou de regie. Stel eventueel een wedervraag of zeg dat je de vraag wil parkeren. Ja, of ga de confrontatie aan. Of ga de confrontatie aan. Kan dat natuurlijk kan natuurlijk ook altijd. Ja. Ja. En jij, hoe zou jij dit doen? Wij kunnen natuurlijk heel veel voorbeelden geven. Maar uiteindelijk gaat het erom, we hebben het net al gezegd, dicht bij jezelf. Dat het iets is wat je bedenkt, wat bij jou past, bij jou ligt. En hoe beter het aansluit, nou, uiteindelijk kun je het dan ook het beste overbrengen op anderen. Ja, inderdaad. Ja, en dan heb je dus je cv gemaakt. Die kun je gebruiken voor diverse websites en sollicitaties.
Een gratis gouden tip voor jullie. Vergeet het internet namelijk niet. Laat je online profiel je helpen, maar zeker niet tegen je werken. Google jezelf eens en kijk waar je te vinden bent op internet. Een LinkedIn-profiel wil je graag dat je aanstaande werkgever die ziet. Maar hoe zit het met die grappige, gênante foto op Instagram of Facebook? Welke foto's kan iedereen zien? En straal je met deze foto's ook uit wat je wil dat je een werkgever in je zoekt? Zoals dit bijvoorbeeld. Welke keuze maak jij? En besef welke consequenties eraan vastzitten. Denk dus aan foto's en recensies die nog online staan vanuit je oude beroep. Dit is niet altijd even gemakkelijk en kan je lang achtervolgen. Ook hoe je dus bijvoorbeeld, ja, want dat is ook hè, soms kan je grenzen daar ook in veranderen. Dus iets wat je een aantal jaren terug oké vond om online te hebben staan, is misschien nu iets wat je niet meer oké vindt. En wat ik heb begrepen is dat clubs heel vaak oude foto's gebruiken. Dus van sekswerkers die voor hun werkten. Dat ze die nu nog steeds gebruiken om te promoten. Dus ook daar is het goed om even een extra check. Ja, en het schijnt dat is ook gewoon, sommige foto's ga je gewoon niet van het internet afkrijgen. Nee, dat dus ook daar inderdaad. Moet je ook gewoon bewust van zijn dat dat gewoon het geval kan zijn. Nou, belangrijk is wel kijken waar je wel invloed op uit kunt oefenen. Ja. En welke keuzes je daar zelf in wil maken. Wat wil je dat mensen wel zien van je en wat niet. Ja. Ja. Ja, en dan het netwerk. Onze boodschap is eigenlijk, maak ook gebruik van een netwerk. Hoe groot of hoe klein ook. En breid hem uit, hè? Ook in het verlengde van net. Vrienden, kennissen, familie. Misschien zit je in een bepaalde wereld waarin je ook bepaalde mensen om je heen hebt. Het is ook niet verkeerd om een nieuw netwerk te ontwikkelen. En soms vereist dat ook dat je concessies moet doen en mensen los moet laten om weer nieuwe mensen te kunnen werven. Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig, werven, maar om je heen te creëren. Ja. En dus naast familie, kennissen, vrienden. Er zijn er natuurlijk ook organisaties en instanties die een netwerk voor jou kunnen vormen. Denk aan social media. Er is ontzettend veel te vinden. LinkedIn, Facebook, noem maar op aan informatie, groepen. Ja, je kunt een beroepje plaatsen, ja, een oproepje plaatsen. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ja. Wie geeft de gouden tip? Ja. Uitzendbureaus, nou, het staat eigenlijk allemaal. Particuliere jobcoaches heb je ook. Sterk Huis, natuurlijk het project wat wij hebben. De gemeente. Eigenlijk allemaal kunnen ze jou helpen en ondersteunen in het op zoek gaan naar die nieuwe baan. Ja, we gaan nog even wat dieper in op die laatste, de gemeente. Die kunnen je namelijk ook helpen. Wij zijn erachter gekomen dat er zoiets als bestaat als nugger. Dat is de niet-uitkeringsgerechtigde. Dus dat betekent dat je geen recht hebt op een uitkering, maar nog wel hulp kunt krijgen vanuit de gemeente. Zij willen namelijk, de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de nuggers te helpen bij een zo zelfstandig mogelijk bestaan. En het is wel zo dat het beleid rondom de nuggers per gemeente verschilt. Dus wij kunnen nu niet 1, 2, 3 zeggen waar je dan precies recht op hebt. Maar ja, we kunnen in ieder geval één gemeente eruit halen, de gemeente Gilserijen. Wij hebben daar hele positieve verhalen over gehoord. Via een van de meiden die bij ons naar het clubje kwam. Hoe de gemeente haar geholpen heeft. Dus de gemeente Gilserijen. Zij kunnen je namelijk helpen door begeleiding of tips. Bijvoorbeeld op werk.nl is er heel veel te zien. Er zijn een aantal werkpleinen waar je ook terug kunt kijken. Qua cursussen, tips, ook over hoe je cv's moet maken, vacatures, dat soort dingen. Er is ook ondersteuning bij het starten van je eigen bedrijf. Dus als je denkt van nou, ik heb inderdaad heel veel ondernemende kwaliteiten en ik wil daar iets mee, ik heb een goed idee. Kijk dan op bijvoorbeeld www.ondernemersplein.nl. Zeker als je jonger bent dan 27 jaar, dan zijn er tal van mogelijkheden. In Midden-Brabant is het jongerenpunt Midden-Brabant dat je op weg kan helpen. Want gemeentes willen niets liever dan jou een diploma zien te behalen en aan het werk gaan.
Ik zou zeggen, check de website van jouw gemeente. En om te zien wat alle mogelijkheden zijn. Of check eventueel middenbrabant.lerenenwerken.nl. Want hier staan ook heel veel tips en mogelijkheden op. Ik weet niet of we het al benoemd hebben, maar alle websites die we nu benoemen, die zie je straks aan het einde van het webinar, hebben we een overzichtje gemaakt van alle websites die we benoemd hebben. Dus kun je ze dan nog eventjes rustig terug bekijken als je wil. Ja, de gemeente Geelsrijen zei ik net al iets van, daar ga ik nu wat uitgebreider op in. Zij hebben dus, zij zijn wat ons betreft een voorbeeld. Wat je allemaal als gemeente kunt doen voor de nuggers om mensen verder te helpen in hun toekomst. Wat wij fantastisch vinden is dat zij maatwerk leveren. Zij kijken echt met jou waar je staat, wat bij je past en wat je mogelijkheden zijn. Ze sluiten dus aan op de vele mogelijkheden. Ze hebben bijvoorbeeld een soort van uitzendbureau en werkplekken. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, van wandelen tot theater, om je voor te bereiden op een werkleven en solliciteren. En er zijn verschillende cursussen waarbij je onderzoekt wat je kwaliteiten zijn. Ook individueel kun je veel vragen stellen en denken ze met zich mee. Er is een inloopspreekuur bijvoorbeeld. En er zijn ook een soort van trajectbegeleiders. Ik weet niet precies hoe zij ze noemen. Maar zij kijken dan echt met je mee van nou, welke sollicitatie heb je lopen? Hoe ga je het gesprek doen? Voorbereiden van de gesprekken kunnen zij ook. Nou, genoeg mogelijkheden wat ons betreft. Maar zoals we al gezegd hebben, elk gemeentebeleid is anders. En dus vraag bij jouw gemeente na wat jouw mogelijkheden zijn. Wij hebben vanuit de gemeente Tilburg en vanuit de overheid ook een tal van mogelijkheden kunnen creëren vanuit Sterk Huis en project RUPS. Om je te kunnen ondersteunen bij het zetten van stappen richting een andere baan. Vanuit RUPS bieden wij individuele trajecten om te onderzoeken waar je ambities en wensen liggen. En we kijken ook met je mee wat je nodig hebt om deze stappen te kunnen zetten. Soms is het namelijk ook belangrijk om eerst te kijken naar je financiën of je persoonlijke welzijn. Want als je heel veel chaos in je hoofd hebt, is het goed om eerst wat orde op zaken te stellen en zicht te krijgen op de chaos. Dus dat is vooral de individuele begeleiding die we bieden. Daarnaast hebben we ook verschillende cursussen om je persoonlijk te ontwikkelen. En bieden we leerwerktrajecten en vrijwilligerstrajecten aan. Via onze jobcoaches. En die jobcoaches die kunnen bijvoorbeeld ook een talentenscan met je doen. Zodat je erachter kunt komen waar je talenten liggen. En vanuit daar kunnen zij weer met je meekijken wat dan een goede plek voor jou kan zijn. We hebben hier in de regio een aantal werkgevers met wie we afspraken hebben gemaakt. Dat je daar dus tijdelijk ervaring op kan doen. Daarnaast werken we ook samen met Krachtbedrijf. Dat is een organisatie apart die je ondersteunt bij het opzetten van een ondernemingsplan. Ja, dus wat dat betreft zijn er heel veel mogelijkheden. En sinds kort vindt de gemeente heeft erkenning gegeven aan ons dat wij dat heel goed doen. Dus dat is ook heel fijn, ja. Mocht je wel een uitkering hebben. Dan ben je verplicht vanuit de gemeente om aan trajecten mee te doen. En wij zijn dus een van de erkende trajecten. Top. Ja. Ja, we gaan richting het einde van het webinar. En hopelijk heb je een beeld van de mogelijkheden. En misschien ook wel een beeld van de realiteit. En als de realiteit je niet aanstaat, dan heb je wellicht nu het besef dat je een keuze hebt. Want er zijn wel mogelijkheden. Maar misschien heb je gewoonweg nog iets te doen. En weet je nu ook waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. En dat er überhaupt hulp en ondersteuning is. En dat het ook niet erg is om hulp te vragen. Hoe moeilijk dat misschien soms ook voelt. En het kan en het hoeft ook niet allemaal in één keer. Ik denk dat dat ook nog wel eens mooi is om te benoemen. Stapje voor stapje daarin is meer dan goed genoeg. En onder andere, wij volgen graag jouw tempo daarin. Zoals Hanna al zei, hier een overzicht met een aantal websites die in dit webinar teruggekomen zijn. Misschien ook wel eens handig om gewoon op je gemak terug te bekijken. Uiteraard zijn er nog veel meer van dit soort websites gelijkwaardig aan deze. En waar je hetzelfde kan vinden. Het is maar een minimale selectie. Ook kun je natuurlijk daarover altijd bellen of mailen naar ons team.
En eigenlijk willen wij jullie bedanken ja. voor de aandacht en het bezoeken van dit webinar. Ik hoop, of wij hopen dat jullie er iets aan gehad hebben. En gaan we nu echt aan de We gaan echt afsluiten. Ter afsluiting gaan we jullie nog een filmpje laten zien. Dat is een filmpje dat gemaakt is om het landelijke project van RUPS te promoten. En hierin wordt in 3 minuten uitgelegd wat RUPS voor je kan betekenen. Nou, dit is het landelijke project. Wij zijn hier van Tilburg, dus dat is ook weer... ja, elke regio heeft zijn eigen aanpak. Ja, mocht je hulp willen... neem altijd contact met je op. Of twijfelen, dat is ook prima. Neem contact met ons op. En dan kunnen we altijd met je meekijken wat we voor je kunnen doen. Ja, vind ik wel mooi. Twijfelen is goed genoeg om contact op te nemen. Ja, hoor, dat is ook al prima. Heel erg bedankt voor het kijken. En wellicht tot een volgende keer. Doei. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat het leven een opeenvolging van keuzes is. Blijf gewoon de juiste beslissingen maken, dan kom je vanzelf goed terecht. Maar nu ik terugblik naar mijn leven, heb ik niet het gevoel gehad dat ik ooit keuzes heb mogen maken. De eerste keer dat ik sekswerk deed, was uit pure noodzaak. Ik had op dat moment niks. Maar 1 nacht met een man doorbrengen zou betekenen dat ik 2 maanden huur kon betalen. Leven als prostituee is zwaar. Waardering en respect moeten ruimte maken voor schaamte. Het was niet zozeer het werk zelf dat me sloopte, maar hoe er door anderen met me werd omgegaan. Op het zwaarste punt ben ik mezelf gaan zien als iemand die alleen maar leeft voor de behoeftes van anderen. Maar dat zelfbeeld is verleden tijd. En daar kan ik maar 1 persoon voor bedanken. Eva. Vanaf het eerste gesprek heb je me het gevoel gegeven dat ik ertoe doe. Samen maakten we een financieel plan. Hielp je mij bij het vinden van een nieuw huis. En heb je het voor elkaar gekregen... dat ik Luc weer mocht zien. Zie je familie weer dat gevoel. Met kleine en grote handvaten leerde je me na te denken over het creëren van een ander leven. Dat is heel fijn om te zien. Maar daar bleef het niet bij. Want dankzij jouw harde werk kan ik vandaag zeggen dat ik niet langer werkzaam ben als prostituee. Ik heb een echte baan in de zorg. Het is hard werken en niet altijd even makkelijk, maar ik heb er onwijs veel plezier in. Eva, dankzij jou heb ik het gevoel controle te hebben over mijn eigen leven. Ik heb het gevoel dat ik weer mijn eigen keuzes mag maken. Dankjewel.